Dit is een hele bijzondere locatie en een hele bijzondere plek. En dit zou zomaar van jou kunnen zijn. Ik neem je mee naar de ruimtes en naar de voormalige boerderij. En ik laat je zien wat je zou kunnen hebben en waar je zou kunnen wonen. Kom even met me mee. Eventjes zo dat je ziet hoe mooi het is. Zelfs met een buitje regen ziet het er gewoon prachtig uit. Heel aanlokkelijk om hier heerlijk te zitten, vergaderingen te hebben of gezellig na te praten met je familie over de dingen van de dag. Het is een hele rustige, mooie, prachtige locatie. Kom binnen. Links hebben we een badkamer en een toilet. Kijk, en zoals dat in oude woonboerderijen gewoon was, heb je hier eigenlijk een soort woonkeuken. Ik heb hem vrijgelaten van meubels. Dan kun je eigenlijk goed zien wat je hier allemaal hebt. Een hele lange aanrecht, voldoende inbouwruimte. Een inbouwkoelkast, afwasmachine, een elektrische kookplaat. We hebben hier ook zonnepanelen op het dak. Dus het is we hebben zeker gedacht aan duurzaamheid. In de keuken hebben we ook nog een grote toilet. Met een wastafel en een spiegel. Kom verder naar de ruime woonkamer. Met aan alle kanten ramen. Dus heel veel licht en ruimte in deze prachtige kamer. Het is altijd heel fijn om hier even te zitten. We zitten hier midden in de natuur en het is gewoon heel fijn om in deze plek te zitten, want je hebt aan alle kanten ramen. Dus terwijl je binnen zit, zit je eigenlijk bijna buiten, alsof je op vakantie bent. Dan ga ik jullie nu de master bedroom laten zien. Dat is een slaapkamer beneden. Hier heb je een ruime slaapkamer met een eigen badkamer, toilet en de douche. Je kunt zo naar buiten kijken. Het is hier gewoon heel groen en mooi. Kom met me mee naar boven, want hier zijn verrassend veel slaapkamers. Ik heb ze allemaal genummerd. We beginnen met kamer 1. Dat is de kamer die kijkt naar de voorkant. Dat is een eenpersoonskamer. Met ook weer een mooi uitzicht op de natuur. Hier kun je lekker slapen. Dit is de tweepersoonskamer. Heel ruim, met een eigen wastafel ook. Dit is kamer 3. Ook met een mooie eenpersoonskamer. Raam naar de tuin toe. Gewoon een hele fijne ruimte weer om te slapen. Heerlijk rustig. Bureautje. Medegast is hier al geweest en die zaten dan hier rustig met de laptop je werk te doen. Hier hebben we nog een wastafel. En hier gaan we door naar de andere ruimtes. Hier zitten nog 2 slaapkamers. Dit is een mooie ruimte voor de wasmachine. Ruimte, geen gebrek. Allemaal kasten, diepe kasten ook. Maar alle kasten zijn echt heel diep, tot hier wel. Dus ruimte zat. Een hele armlengte naar achteren toe. Nou, dan hebben we hier kamer 4 zit inmiddels. Dit is nog een eenpersoonskamer met een dakraam, schuin dakraam, 2 kasten. En hier de laatste kamer met een prachtig uitzicht over de tuin en de hallen. Dit is de laatste slaapkamer. Dus in totaal kunnen hier 8 personen slapen. Dus 2 tweepersoonskamers van 4 mensen en 4 eenpersoonskamers. Nou, hier hebben we een grote hal en die hebben wij altijd gebruikt als leslokaal. En we hebben yogalessen in gehad. Maar je kunt het ook inrichten als een expositieruimte. We hebben hier ook onze foto's gehangen van de projecten die we gedaan hebben en van de tuinen en onze schilderijen. Maar dit is een hele fijne ruimte om allerlei verschillende activiteiten te ontplooien. Ik heb hier bijvoorbeeld een boekenkast en die is 2x2. Dus hier heb je 4 vierkante meter wat je helemaal kunt gebruiken voor je boeken. Allerlei andere dingen. Ja, wat je wilt kun je hier neerzetten, kun je gebruiken. Maar het is een hele fijne, plezierige ruimte. Dan neem ik jullie nu mee naar een hal en die is 1,5 keer groter als deze hal. Ik vind dit zelf de mooiste ruimte eigenlijk van het hele pand. Een hele grote yoga-hal, leslokaal, feestzaal. Ja, je kunt er eigenlijk van alles mee. Ook omdat het zo ontzettend hoog is. En wederom, je kijkt gewoon weer uit. We hebben nu wat
boompjes hoog laten worden, maar in principe kijk je heel ver uit in de natuur weer. Zowel die ruimte als deze ruimte heeft vloerverwarming. Dat kun je hier vandaan bedienen allemaal. Je kunt het onafhankelijk allemaal instellen. Hier is een toilet om te zitten en om allerlei verschillende activiteiten te doen. Het is nogmaals een hele plezierige ruimte. Achter dit pand hebben we bijna 3 hectare land. Er is gewoon heel veel mogelijk. En kijk eens, ik loop midden op de weg. Het is echt heel rustig hier. Niet alleen rustig, het is ook, vind ik zelf, de mooiste straat van Nederland. Witharenweg nummer 6 in Witharen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze makelaar. Makelaar Fokke uit Ommen. 0529 451 032.